En een hele goede middag! Hey. Oh yes! Mam, vind jij en Jordi nu een nog leukere schoontje? Maar wij komen helemaal in chillpak aan. Oh shit. We are in the building! Wij kunnen dit nooit, hè? Goedemorgen! Hallo! Zo praat hij dus altijd. Daarom zegt hij altijd zo weinig in vlogs. Waarom zeg ik niks? Ik zat dus van de week onze kapotsvideo terug te kijken als Q&A. Die was echt heel leuk. Was het leuk? Ja? Met een leuke grap. Ja, vooral ik. Yes. Oh, ja. Maar ik moest er heel erg om lachen. Het was echt leuk. Het is nu vrijdag. Ik ga zo... Deze muziek. Ik ga zo met Nicole op pad. Nicole is naast een hele goede vriendin ook mijn stylist, zoals jullie waarschijnlijk weten. En ook de mijne. Kijk maar naar dit lekkere sokje. Hallo. En deze lekkere ukslipper. Wat natuurlijk top is, want we zijn allebei heel druk en we zien elkaar niet superveel. Maar dan hebben we altijd een goed excuus om in ieder geval iets in te plannen. En nu komen er weer allerlei dingen aan. En Nicole helpt me met shownieuw styling en dat soort dingen. Dus we hebben lekker een hele dag samen. En dat is heel fijn. Maakt me heel blij. Ze is nu op weg hier naartoe. Ik heb ook ontbijt besteld. Omdat ik niks in huis had. En ook geen tijd meer om iets te halen. En Nicole haalt nu koffie. Dus we zijn helemaal oké. En Jordi profiteert van alles. Ja. Jordi blijft nu een week bij mij slapen. Wat ik stiekem heel gezellig vind. Hoe is het met jou? Je bent best lang niet in de vlog geweest. Met mij gaat het goed. Ik was eventjes... Even afwezig, maar ik ben er weer. Vanaf nu ben ik weer full vlogs. Willen jullie nog iets van Jordi weten? Of willen jullie nog een koppelsvideo of iets? Willen jullie nog iets zien? Ik doe hem namelijk helemaal niet zoveel in de video's. Ja, misschien hebben jullie wel een leuk idee. Stuur ze allemaal naar jordi@nieuwevlog.nl. Joe, Micheltje. Oeh, billetjes. Goed broekje hoor. Ik vind het heel leuk. Leuk met die riem. Top zetje, mooi. Hele goede morgen. Het is zondag en ik ga vandaag iets heel leuks doen, namelijk een Meet the Parents date. De ouders van mij en de ouders van Jordi zijn allemaal hier. Mijn vader. Nee, oké, is goed. Big five, five, dude. Mijn vader probeert Kendrick Lamar te citeren. Oh, zo lief. Ja, het was heel gezellig. We zijn nu even bij mijn ouders thuis aan het chillen. En we gaan zo meteen lekker even met Kim en Omar afspreken. Het is de dag van de double dates, merk ik. Het is zo lekker zo'n lang weekend. Echt, je bloeit helemaal op. Maakt echt veel verschil die ene dag. Ik weet dat er veel te zeggen is en afgegeven wordt op vrouwen of mensen die part-time werken. Maar ik denk toch dat ze ooit 4 dagen in de week werken heerlijk is. Lief van de double date. Nou, wel heel gezellig. Wij zijn gaan nog vaker doen. Ja, hè? Ja, zeker. Absoluut. Dat is een beetje aftasten. Goed. Was toch leuk, hè? Mam, vind jij en Jordi nu een nog leukere schoontje? Ideaal. Echt. Niks meer aan te doen. Ideaal schoonzoon. Hou zo. Ik ben met mijn spetjes. Ik doe weer even bedankt. Ja, goed idee. En we wachten op hele lekkere pizza's. Heerlijk. Die we allemaal kunnen delen. En Kim, Onno en Jordi hebben dus precies de kleren aan van een ei. Het is een Spaanse. Zijn een eggwhite en een eggjolk. Kijk. Eggwhitje? Eggjolk? Ze doen nu alsof ze niet weten dat ze gefilmd worden. Ze doen een foto. Pizza cake. Ik zit in de auto met Penny. We gaan naar het Magnum feest. En iedereen is al aangekleed, maar wij komen helemaal in chillpak aan. Oh shit. Holy shit. Wij gaan naar binnen. Oh. We staan in de lift met champagne. Ja, hallo. Dit is een heel goed begin wel. Ja, heel. Ja. Iedereen ziet er goed ik heb er uit. Helemaal zin in. We proberen ook gewoon nog niet meteen dronken te worden. Ja, de avond. Hoe gaan we dit doen? Oh, ik neem het mee. Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Mooi nummer. Oeh. Zo. Oh yes. Oh jeetje. Wow. Wow. Ben. We gaan nooit meer weg. We hebben ons mini balkon. Ben, hoe blij ben je? Heel blij. Hier lekkere Magnum treatjes.
Oh, het is mooi. We hebben hier een hele woonkamer. Oh. Daar nog een gebied. Dit is niet normaal. En dan hier onze hele slaapkamer. Wow. Hoor. Oh yes! Onze kamers zijn dus verbonden. Je hebt een roze kamer. We hebben gewoon een hele vleugel nu voor ons. De hele verdieping, left side. Hé, daar ben ik. Oh, leuk. Oh ja, ik was even voor mezelf gefocust. Wij kunnen dit nooit, hè? Nee. Zo kut. Jij bent 1,20 meter. 20, ik oh ja. 2,10 meter, 10, maar. Die lekker opzitten met Ben. Vertellen mij de ravage hier. Hoe knap zien deze schatjes eruit? Hello. Hello. Oh, leuk. Oh, leuk. Goeie frisse morgen. Hallo. Hey. Hoe voelen wij ons? Journal. Hallo. Ga weg met die camera, joh. Dat was top. Oprotten met die camera. Oprotten met die camera. Nog een beetje. Beetje gek. Ja, ik moet zeggen dat ik me best wel oké voel. Helemaal niet heel brak. Ook al dat ik best weinig heb geslapen. Dat is al geen goede zin. Dus het wordt een beetje twijfelachtig nu. En ik heb lekker gewoon de hele dag gewerkt. Boekhouding gedaan, afspraken gedaan en nu heb ik nog één afspraak die eigenlijk vooral heel leuk is. Namelijk met 2 of 3, ik weet niet met hoeveel ze vandaag zijn, interieurontwerpers, jonge meiden die een bureau hebben dat Dek Amsterdam met een C heet. En zij gaan mij helpen met het pimpen van mijn huis, met name als eerste het verbouwen van mijn badkamer. Super spannend. Ik heb nog nooit een verbouwing gedaan. Hooguit een keer een nieuwe bank of nieuwe kussens gekocht. Dus dit is helemaal nieuw terrein voor mij. Het wordt best wel drastisch en heel mooi zwart-wit. Met hout en wat gouden details. En één super tof roze accent. Dus daar gaan we nu over meeten. Ze hebben al wat plannen gemaakt. We hebben elkaar al een paar keer gesproken. Dus ik begin bij deze ook apart met filmen voor een nieuwe serie over mijn... al mijn huizen makeovers en veranderingen. Laat me zeker even weten als je daar nog iets voor wilt zien. Of als je benieuwd bent hoeveel dingen kosten. Of hoe ik het plan. Of waar ik inspiratie vandaan haal voor een badkamer. Dat soort dingen. Let me know. Daar ga ik dus nu naartoe. En waarschijnlijk vanavond nog even doorwerken. Ik ben bij meeting 3 van de dag. Namelijk bij de meiden van Dek Amsterdam. Eén daarvan heet ook Yara, wat echt fantastisch is. We kwamen elkaar heel vaak tegen al. En dan wisten we, jij bent die ene andere Yara die we altijd kennen. En nu werken we dus samen aan mijn badkamer makeover en andere leuke interieurdingen. Dit zijn de meiden. Hallo. Hi. Het is hun vlogdebuut. Ik kreeg allemaal opmerkingen over verkeerde kleren en dat soort dingen, want zij staan natuurlijk achter de schermen. Ik ben nu een week of 6 met dit proces bezig en ik heb hier... Oh, dit zit echt als een soort aura om mij heen. Ik heb hiervoor hulptroepen ingeschakeld, want als je het aan mijzelf overlaat, komt er misschien 1 keer een nieuw handdoekje in. Maar ik kan dat niet, ik heb er geen tijd voor, ik heb de kennis niet. En vandaag is de dag dat we na een meeting of 3... een realistisch moodboard en soort van 3D-schets van de nieuwe plannen hebben. En dit is dan de schets van de badkamer. Ik heb vandaag aan een top met blote schouder en een roze pantalon en zilveren hakjes. Goedemorgen, Jordi! Ik heb een leuke dag voor de boeg en ik ga snel mijn oplader zoeken en dan een Uber springen om naar een meeting te gaan. En straks ga ik filmen met de Blonde Tigers. En een hele goede middag! Hey! Ik ben met deze 2 top tijgers. Ja, dit billetje meteen in de strijd gooien. En deze gouden muur. Hebben jullie dat altijd of vooral voor het filmen? Altijd. Ja. Nee, speciaal voor jou. Yes! We gaan een hele leuke video opnemen over Instagram, tips, tricks, geheimen en dat soort dingen. Yes. En ik krijg net de gouden tip. Ik heb dus de Canon G7X vlogcamera. Die op zich chill is, maar...
ook echt helemaal niet, omdat de schroefjes altijd loslaten en mijn hele scherm hangt gewoon los en ze weigeren mij die schroefjes op te sturen. Echt belachelijk, maar oké. En nu hoor ik dus dat je gewoon bij een do-it-yourself winkel dit helemaal zo kleine mini baby schroefjes kan kopen. Baby schroefjes. En ze zijn overigens goud. En ze zijn goud! I love it! Oké, aan de slag wij, hè? Aan de slag. Ja. Aan de slag. Ik ben op kantoor om mijn styling op te halen voor shownieuws. Zit allemaal hierin. Lekkere ruitendingen, stipjes. Alhoewel ruiten niet kunnen. Ik doe mijn styling zelf vaak in samenspraak met Nicole of ik zoek zelf wat uit. Dus ik dacht, ik heb even wat nieuwe dingetjes nodig. Ik moet natuurlijk elke week een nieuwe look daar hebben. Dus dan kom ik toch veel bij de Zara uit of probeer dingen te lenen. Maar ik heb nu wel weer een paar toppers van Tops te pakken. Hallootjes, ik ben weer terug van shownieuws en het was een hele leuke uitzending met Renate en Mark. Let niet op al deze troepjes, want ik wilde jullie gewoon even mijn look laten zien. Leuke blouse, witte oorbellen. Dus dat, het is nu 12 uur en ik ben even aan het bedenken of ik nog op pad wil of dat ik gewoon ga chillen. Ik heb ook nog niet echt gegeten, dus ik denk dat ik mezelf ga trakteren op lekkere frietjes en kipcorn. Misschien twee. Yes! Dit is de buit. Frietjes, een boutje frikandel en een kipcorn. Wat ik waarschijnlijk niet allemaal opkrijg helemaal, maar ik kon niet kiezen en ik dacht ik neem het allemaal mee. En ik heb een glas rode wijn en Temptation Island nieuwe aflevering klaarstaan. Dus ik ben helemaal in mijn element. Het is ook 12:15 s'nachts wel nu. Dus het ritme klopt niet meer helemaal. Overigens krijg ik wel eens op Instagram berichten van meisjes vooral wel, die dan zeggen, oh dat eet je allemaal echt niet of zo als ik uit eten ben. En ik dacht altijd van, dat ga ik niet verder verdedigen, want ik vind niet dat je je hoeft uit te leggen. Maar het stoort mij toch wel, omdat ik denk, waarom zou ik in godsnaam dingen filmen of op Instagram zetten die ik niet eet? Ik vind het niet cool, ik vind het heel logisch dat mensen eten. En ik ben niet een Instagrammer die met 100 hamburgers en macarons op de foto gaat of zo. Ik heb nooit eten op mijn feed. Dus als ik iets deel is het gewoon omdat dat mijn leven is. En ik denk dat er toch wel mensen net als ik zijn die bijvoorbeeld als kind heel mager waren. En gewoon niet snel heel veel aankomen. En ik heb natuurlijk ook gewoon allerlei onzekerheden en plekken aan mijn lichaam die ik graag strakker zou willen of slanker zou willen of whatever. Ik denk dat iedereen dat heeft, los van hoe je lichaam verder uitziet. Ik heb gewoon niet heel veel last van dat ik snel aankom. En dat is misschien voor sommige mensen niet geloofwaardig, maar ik zie het nut er niet van in om... Ik bedoel, waarom zou ik nu voor de nep om 1:00 s'nachts een frietje gaan halen en dat niet opeten? Dan ga ik toch echt liever slapen. Maar goed, that being said... ga ik lekker even chillen. Goedemorgen, het is zaterdag en Jordi en ik zijn op de motor naar het strand gegaan. We lopen het strand en binnen. En daar zitten Onno en Kim. Zonder af te spreken, niet te doen. Heel toevallig. Dus ik heb zoals altijd een vest, een truitje en nog een longsleeve aan, want ik heb het altijd koud. Niet dat deze kleren allemaal van mijzelf zijn, hoor. Maar het is date night. Ik ben met Jordi op pad. Hallo. Hallo. En hij neemt me mee uit en we hebben een verrassingsetentje. En we zijn net aangekomen bij Rijssel. Dat in dit supermooie pand zit, waar ik al heel lang naartoe wil. Dus dat vind ik superleuk. Oestertje om mee te beginnen. Hallo. Twee, lekker vissoepje. Twee, lekker. Hallo, het is zondag en vet lekker weer. En we zitten de hele dag buiten en een beetje aan te rommelen. Heel chill. Ik ben weer in deze super lekkere truijurk. Met fans. Love it. Lekker wandelen. Hoe mooi, er zijn allemaal bloesems. En met mijn moeder, die niet in de vlog wil, want ze is gisteren uit geweest. Ze zijn toch wel de meest badass ouders ooit. En wie ook langs komt fietsen is mijn vader.
Wilkie. Die wil niet komen zitten. Dan moet ik even mijn dingen naar de tiger ding omdoen. Oh, zijn bommiek even omdraaien. Hij blijft hier gewoon staan op zijn fiets. Dus de vaste vloggers die kennen deze broek nog van de vorige aflevering. Ja, true. Het is tijd om aan een nieuwe week te beginnen, dus ik ga bij deze even de vlog afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en volgende week op zondag staat er weer een nieuwe weekvlog voor je klaar. Tot dan en dankjewel voor het kijken. Doei!